Hit me where the light is, hit me where the brightest. Do let me, can you show me where the... Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en het is 18 augustus vandaag. Ik heb al een beetje een tijdje niet gevlogd. De laatste vlog die online is gekomen is de vlog van Malta. Daar ben ik 2 weken geweest met mijn vriend. En daarna moesten we 2 weken in quarantaine. Ja hoor, niet omdat we op Malta waren geweest, want dat was gewoon, ja, code geel. Dus we hadden helemaal niet in quarantaine gehoeven. Maar we hadden, ach, ik zet hem eventjes neer. Nou, we hadden zeg maar op Malta, hadden wij een soort van vriendengroep ontmoet. En toen waren we thuis, niks aan de hand. Toen zijn we gewoon gaan chillen en zo, mijn vriend en ik. Ik kreeg opeens een appje van een van de jongens, zo van... ja, ik ben positief getest. Ik heb jullie namen ook doorgegeven aan de GGD. Omdat wij dan ook gebeld zouden moeten worden. Omdat wij met hun in contact waren geweest. Dus wij dachten, oh god, oké. Dus een paar dagen daarna werden Mike en ik gebeld door de GGD. Van, jullie moeten 2 weken in quarantaine. Want jullie zijn in de buurt geweest van hun. Dus wij waren van, oh, oké. Kut. Want ik moest gewoon weer beginnen met werken. Hij moest beginnen met werken. Dus het was allemaal een beetje van, Want we wisten helemaal niet of we positief of negatief getest waren. Dus toen vroeg die vrouw aan de telefoon van, willen jullie ook nog jullie laten testen? Dus wij zeiden, ja, natuurlijk. En zijn we 2 dagen daarna zijn we ons laten testen. Ik heb een filmpje. Mijn vriend heeft mij gefilmd toen ik de test kreeg. Het is misschien een beetje een apart filmpje, maar ik laat hem toch even zien als jullie er niet tegen kunnen. Scroll even door en dan komt er nu in beeld. Super. Oh, lekker wel. Dag Del. Wikkel. Klaar voor deel 2? Nee. Dan ga je dan beter omhoog. Super. Sorry, ik ben achteruit. Wat is er? Oké. 2 dagen later, 1 dag later in de avond ongeveer, een dag later. Zoiets kreeg ik al te horen. Werden Mike en ik allebei gebeld dat we allebei negatief getest waren. Gelukkig, thank god. Maar dat we alsnog 2 weken in quarantaine moesten. Omdat we het binnen 2 weken nog zouden kunnen krijgen. Omdat we met hun in contact zijn geweest. Dus... we moesten dus 2 weken in quarantaine. Lekker in de tuin wezen chillen. Dat is echt super mooi weer. Dus we hebben ons vermaakt. En vandaag heb ik weer voor het eerst rijles. Na 4 weken. Dat is zo stom. Want ik ben er helemaal uit. Maar ik heb straks weer 1,5 uur rijles. Ik had het echt even weer nodig. Want ik ben bijna met theorie. En ik wil ook eigenlijk binnenkort wel afrijden. Want ik ben er echt al bijna 1 jaar bezig met mijn rijlessen. Ik ben dus, 3 weken geleden ben ik naar Wonder Experience geweest samen met Natas, vriendin van mij. En dat heb ik gevlogd en ik wilde het in een weekvlog droppen, wat ik dus niet heb gedaan uiteindelijk. Maar ik heb die beelden nog wel, dus ik dacht, ik verwerk ik ze mooi gewoon in deze vlog. Dus dit was, even kijken welke datum. Ik ben dus letterlijk 1 augustus daarheen geweest. En dat is een tijdje geleden, maar ik dacht ik drop het nog even in deze vlog. Wonder Experience is een museum met allemaal leuke... mooie kamers waar je op de foto kan enzovoort. En dat komen krijg je nu te zien. Dus enjoy. En daarna ga ik gewoon weer door met de hele week. Dus dat. Ik zit lekker met dat tasje in de auto. En wij zijn onderweg naar Wonder Experience. Dat is een museum in Amsterdam. En ja, daar kan je allemaal mooie foto's maken. En we zijn er heel erg benieuwd naar. We zijn er zelf allebei nog nooit geweest. Hebben we nou wel een reservering gemaakt? Nee, dat doen we wel even reserveren. Maar we zijn onderweg. We rijden nu op de afsluitdijk. En het is nog wel een stukje. Nog een uurtje rijden. Want ja, we wonen natuurlijk in Friesland. Dus dat is lekker ver. Maar we gaan ervoor. Doe het dansje. Echt niet? Oh, je hebt echt cursus nodig. Zo. Oh ja. Nou, we zijn net even naar Amsterdam geweest. Jeetje, wat een licht is het hier. Vreselijk. We zijn net even naar Amsterdam geweest. We hebben eigenlijk helemaal niks gekocht. Alleen even wat gegeten. We zijn aangekomen in Wonder Experience. Het is hier zo mooi. Het is echt vet. En we kunnen dus blijkbaar met de QR-code kunnen we scannen met de iPad. En die maakt dus foto's van ons. Dus we kunnen ook samen op een foto. Nou, ik heb er helemaal zin in. Echt leuk. Het is echt leuk. Ja, dit is ook zo'n mooie kamer. Ja, jij kan echt goed dansen. Oh my god.
zie dit nou. Dit is helemaal leuk. Hier gaan we echt 100 foto's maken. Oh, dat is leuk. Zo'n foto van het trappetje. Yo, bitches. We zijn klaar bij de Wonder Experience. Hoezo heb je dit stuk er niet afgeknipt? Omdat dat blijkbaar gewoon een quote was en geen reclame. Dus ik dacht dat het mooi was. Oké, maakt verder niet uit. Wij zijn net klaar bij Wonder Experience. Wat is aan het filmen? En ze doet altijd zo tegen mij, hoor jongens. En het was echt warm. Deze is echt mooi. Ja, het was wel warm binnen, dus een tip als jullie daarheen gaan. Doe een bikini aan. Ja, gewoon niet lange mouwen, zoals ik. Maar ik had het zelfs warm. Zonder... Maar waar zijn wij? Waar zijn we bij de Mac? McDonald's! En ik heb altijd een Happy Meal bij de McDonald's. En ik heb altijd een Big Mac zonder kaas. Maar het erge is nog dat ik van een Happy Meal ook echt vol zit en dat ik het ineens opkrijg. En ik heb van een Big Mac dat ik nog niet zo vol zit. Mijn patat is koud, man. Echt? Is je patat echt koud? We gaan terug, hoor. Echt waar. Proef maar. Ben jij best wel warm frietje willen? Nou, niet zo warm, nee. Nee, toch? Mooi. Echt gezellig met jou op de vlog. Mijn rijles is weer klaar. Ik zit nu niet in mijn rijlesauto, maar ik zit bij Luna in de auto. En we zijn in Bolsward bij een kerkje. Hoe heet het kerkje? Weet je dat? Roerenkerk. En daar binnen willen we shooten. Maar er is dus geen parkeerplek. Dus dat is een beetje naar. Dus wij gaan denk ik bij die in Bolsward parkeren. Want ja. Ik wil even broodje halen. Ik had de roze koeken gehaald, maar I don't like. Ik dacht dat ik dat wel lekker vond, maar... Nee, één is gewoon lekker, maar niet meer. Ik heb al best wel zin in wat. Dus ik ga even lekker pizza. Past dit? Ja, prima. Durf ik dit wel dan? Nee. Niet? Nee, nee. Hij is net wat te los. Hij staat nog niet goed gedraaid. Een kutstatiefje. Ja, ik heb hem net besteld. Het is een zachte. Ik heb hem net nieuw. We zijn aan het shooten in Bolsward. Dit is zeg maar die kerk. En ik heb deze trui aan van... Lila's cool tip gekregen van Kit Brand Store. Die moet ik even promoten en foto's mee maken. En Luna, die promoot haar eigen kleding hebben. Kijk hoe leuk ze erbij zit. Ja, is het leuk? Ja, ik ga foto's maken voor haar, anders heb ik weer ruzie. Een goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben gisteren na het shooten met Luna ben ik gaan sporten met Natas. Echt na anderhalve maand. Ik heb nu mijn werkkleding aan. En ik moet vandaag werken van 10 tot 6. Zin in. Maar ik ben er nog niet helemaal aan gewend dat ik weer moet werken. Ik zit nog niet helemaal in mijn ritme. Maar komt wel. Komt wel. Het is alweer donderdag. Het is nu 12 uur. Ik word op dit moment bijna opgehaald door Luna, vriendinnetje van mij. En dan gaan we samen weer foto's maken. Net als dat we eergisteren deden. We gaan nu naar... Ons doel is om naar van die zonnebloemvelden te gaan. En daartussen te gaan staan. Deze outfit doe ik niet aan hoor. Ik heb een half pyjama aan. Maar ik ben van plan om een wit jurkje aan te doen. Maar die neemt Luna straks mee, want die lag nog bij mijn zus. Tenminste, die is van mijn zus. En die mag ik even lenen. Ik heb trouwens een samenwerking samen met SJ Watches. En ik ga het even openmaken. Ik had hem alleen een keer al losgemaakt. Hij zit er niet meer heel goed in. Maar dit is het horloge. Even kijken, het is een goud horloge. Echt super leuk. En de bandjes zijn van roestvrij staal. Dus dat betekent nooit verkleurd en dat vind ik wel chill, want ik heb best wel vaak sieraden gehad. Dat het echt binnen een paar weken was het dan gewoon weer zilver. En dat is gewoon zonde. Toen ik hem ontving was hij veel te groot en dan kan je daar gewoon heel makkelijk met zo'n schroevendraaitje, die zit er gewoon bij het bakje in. En dan kun je hem gewoon hier zo open klikken en dan kan je hem gewoon verstellen. Dat is echt super easy. Ik ben er echt heel blij mee. Ik zet ook wel even een linkje in de beschrijving van een Instagram. En waar je de horloges kan bestellen. Want je kan ze gewoon bestellen bij bol.com. Ik ben er heel blij mee. Dus dit is hem. Nou, nu zijn we onderweg naar de zonnebloemvelden. Waar zitten die? Tussen Eden en Dieren. Ik ben benieuwd. Ik hoop echt dat we er gewoon in kunnen. Want Luna die zegt wel dat ze waarschijnlijk nog in de bloei staan. Ja. Of we er makkelijk in komen. Pray for us. We zijn nu bij het bloemenveld. Het zonnebloemveld aan de achterkant van de boerderij. Ik vind het heel eng. Ik ook. Maar dit gaat, ik moet niet te ver denk ik. Nee. Zo zien ze het. Ja, maar hoe komen we hier nu in dan? Anders gewoon een beetje zo ervoor en dan achter een beetje hier gewoon tussen, niet te verder in, toch? Ja, oké. Okay. Zullen we gewoon doen en dan gewoon heel snel foto's maken? Ja, maar kleed jij eens naar om dan? Straks komen ze, dus ik moest net om te kleden.
moet je zeggen dat het een goede parkeerplek was. Kijk maar. Wat oh erg. My god. Wat erg. Okay, is het mooi als je dit zo ziet met die bloemen? Of niet? Zal ik dit aanhouden? Ja, wat voor ander shirtje als je meedoen? Ja, maar dan ben ik helemaal wit. Dit broekje en dit. Oh ja. Het is zonnebloem is ook wel weer mooi. Maar ik denk dat paars leuker vind nu. Past dat ook mooi bij geel? Ja, wel. Er zitten ook paarsbloemetjes tussen hier. Oh ja. Ik heb even deo. Oké. Heb jij een lipstickje? Ja, maar ik denk in het roze tasje. Deze? Ja. Straks komen ze net aanrijden of zo. Is dit hun ding naar een oprit? Kunnen ze dit er niet? Kunnen ze er niet langs? Lekker leuk doen. Dit is ook heel leuk hoor. Turken. Er komt een trekker. Oké, nu gaan we weg. Hè? Ik durf niet meer. Ja. Ik ben weer thuis. De foto is vandaag goed gelukt. Ik heb ook al een foto op de gram gezet. Mijn Instagram staat hier beneden. Goedemorgen! Het is vrijdag. Gisteren heeft Jootje mijn wenkbrauw gedaan. Ze zien er nu zo uit. Ik ben er heel blij mee. Ik heb hem even omgekleed. Een rokje van Jootje. Jootje zegt 1,50 meter of zo. Dus dit rokje, ja, kan echt niet bij mij. Maar we gaan even een fotootje maken. Dus dan kan het wel even. En de stroom ligt eraf. Vet kut. Dus ik kan niet mijn haar stylen. Maar Jootje zegt het best wel stylish. Ik ben er niet mee eens, maar... Oh, mijn haat komt dus op mij straks, dat ik een slechte vriendin ben. Ja, jezus, het is echt helemaal niet stijl hoor. Wat zegt hij van dit van jou? Oké, okay, we hebben even een fotoshootje gedaan. Echt super veel foto's, want ja, hoort erbij. Ik ben weer thuis van Jootje. Ik ben vanmiddag op een gegeven moment zat geweest samen met haar. Ik heb alleen niks gefilmd, want ik had een tas bij me. Ik zat echt vol, dus als ik alleen mijn camera eruit moest halen. Was gewoon super vervelend. Het is nu 5 uur en ik moet om 7 uur werken tot 12. Mijn tweede keer sluit in mijn leven. Bij mijn persoon. Morgen gaan we mountainbiken, heb ik echt zin in. Hoe laat gaan we weg morgen, Mem? Morgen de hele dag regen. Echt? Ja. Hoe laat gaan we weg eigenlijk? Ja, hoe doen we dit dan? Oh, gaat dus de hele dag regen morgen. Dat is echt niks aan. Ik had ook helemaal niet verteld dat ik een nieuwe MacBook had. Ik heb nu misschien mijn MacBook nog maar een weekje, maar hij is nog helemaal nieuw. Kijk hoe mooi. Het is een roze. Nou, mensen zeggen dat het goud is, maar ik vind het roze. Het is de MacBook Air 2020. En de hoogste gigabyte, zeg maar, wat ik kon. Zitten erop. Echt super blij mee. Kijk, deze kleur ook. So pretty. Mooi voor mijn nieuwe opleiding, als die doorgaat. Ik zou september beginnen aan mijn nieuwe opleiding. Luchtvaart in Groningen. Maar ik heb nog helemaal niet gehoord wanneer ik überhaupt moet beginnen. Of ik online les heb vanwege corona en zo. Ik heb mijn werkoutje aan. Alleen de broek nog niet. Ik ga nu lekker even een hapje eten. Ik weet niet wat. Ik heb nog een half uurtje. Ik weet niet wat we in huis hebben. Een broodje word ik ook niet heel blij van. Maar ik zie even wat ik ga eten. Dit is mijn avondeten voor vandaag. Heerlijk. Goedemiddag. Tot mijn filmpje weer. Hoi, het is zaterdag. Ik ben met mijn family. En we gaan vandaag lekker mountainbiken in Appelscha. Superleuk, alleen het gaat de hele dag regenen. Oh, ik ga binnen. Ja, we zitten midden in Ludo. Jij zit tegen voor mij het verlies verliezen. Ik heb eigenlijk niet zo. Oh, mijn bot staat aan. We spelen Ludo, best wel leuk. Voor mensen erger je niet en dat kan je gewoon spelen met al je vrienden. Leuk. Alleen jij bent familie van jij. Ik heb geen vrienden. Dus dat. Nou, ik heb zin in. Ik heb het 1 keer eerder gedaan. Hoe lang is het geleden dat we het vorige keer hadden gaan mountainbiken? Ik weet niet. Ik denk bijna wel 2 jaar. Ik denk wel langer. Langer nog? Ja. Dus kijk wat een leuk pakje ik aan heb. Dat is denk ik die man. Super nice. Hoezo gaan jullie er al voor bij? Waarom zijn jullie al weg? Oh, jullie gaan al? Nee, ze doen maken een grapje hoor. Ja. Toen wij dat te horen kregen dat jij je opnieuw. Toen hadden we de route direct vol, of niet? Ja, dat was eerst gebouw op Ja, nou kijk naar. Dus ik denk van nou, dan is waar ze hier op binnen kwartier weer terug of zo. Nou, we gingen dus mountainbiken. We gingen mountainbiken met de hele groep, heel gezellig. En toen op een gegeven moment toen was ik iedereen kwijtgeraakt. Iedereen was doorgefietst. Ik heb echt 1,5 uur heb ik in mijn eentje lopen fietsen en niemand die mij zocht.
Iedereen dacht dat ik gewoon teruggegaan was. Het lijkt dat hij net bij die. Nu helemaal dood. Dus ik heb ook helemaal niks gefilmd, want ik had mijn camera bij Mike in de tas. Maar ik dacht ook dat ik gewoon terug was gegaan. En dat was niet. Fucking kut. Maar ja, we leven nog. Even hapjes met z'n allen. Lekker. Nou, toch niet? Hoi, goedemiddag. Het is vandaag alweer zondag. Het is 2:15. Ik heb echt veel te lang uitgeslapen. Met deze hier. We gaan straks even lekker lunchen ergens in de stad. Bij Walrus. Even lekker broodje eten. En dan later op de dag gaan we nog naar de film. Heel veel zin in. Alleen Mikey moet vanavond weer naar het werk. Dus het is ook echt de laatste dag dat ik hem nog zie. En dan zie ik hem pas volgende week weer. Dus dat is wel echt heel kut aan zijn werk. Dat ik hem bijna niet kan zien. Maar ja. That's life. Gisteravond zijn we ook nog aan de film geweest trouwens. We zijn naar Alles is zoals het had moeten zijn. Zoiets. Niks is zoals, ik weet niet, zo'n Nederlandstalige film was al leuk. En daarna niks gedaan. Maar dat is een beetje wat we gaan doen. Dus I take you. Lekker, en we hebben ook nog nachos. Veel te veel, maar fucking lekker. Ik ben weer thuis. Ik heb vanmiddag even lekker geluncht met mijn boy. En daarna zijn we naar de film geweest. We gingen naar Relic of zo. Relic, I don't know hoe je het uitspreekt. Het was een horrorfilm. Ja, ik weet niet wat ik ervan vond. Hij was wel gewoon spannend. Maar er zat totaal gewoon geen verhaal in, gewoon niet. Het was echt een hele vage film, dus ik raad hem niet helemaal aan, nee. Er zijn betere horrors, denk ik, dus... Ik ga stuk toch? Ik maak toch video's voor de Pathé TikTok, want ik werk bij Pathé en dan maak ik video's voor. En gisteren deed ze een duet ding. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn op TikTok, maar iedereen doet van die duet dingen, dat mensen kunnen... De wetten. Dus ik nam gewoon doodnormaal mijn stelling op. Het zag er zo uit. Super awkward. Ja, heb je ook niks bij de film gewild? Een grote zuidkoffer? Zo groot? Zeker weten? Oké. Okay. Nou. Hi. Het staat nergens op als je niet de duet ziet, zeg maar. Oké. Okay. Zo vaak is het dus al geduet door mensen. Echt super grappig. Ik vind het zo leuk om te zien. Echt super lief. Deze vind ik dus bijvoorbeeld echt heel leuk. Laat hem even zien. Hoi, goeiedag. Kom op, welkom je. Knolpouwen! Ik heb nee, eigenlijk niet. Maar ja, je moet wat, hè. Ja, dus ja, eigenlijk had ik jou meegewild. Maar jij moet werken, dat gaat een beetje moeilijk. Dus doe maar een kleine popcorn. Nee, een kleine popcorn. Oké. Een kleine... Mariska. Kijken. Ja, hij noemt me letterlijk Mariska. Niet eens mijn naam, maar ik vind het echt heel grappig om te zien dat mensen het dus... Duetten. Ik ben weer lekker op mijn kamer. Ik ga lekker deze vlog editen. Hey, ik hoop jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Ondanks ik niet heel veel gedaan heb deze week. Als jullie het leuk vonden, dan een blauw duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei doei!